Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iedereen. Even kijken of wij zo dit mooie pad kunnen volgen. Zoals jullie kunnen zien ben ik laat aangekomen vandaag in Utrecht, hier in Overvecht. En mijn verdiende loon is dat ik niet in de moskee bid, maar buiten. Dat heb ik verdiend omdat ik eerder had moeten komen. Maar goed, dit is even zoals het uitgekomen is, laat aangekomen. Nou moet ik jullie zeggen dat op een dag als deze is het zeker geen straf om in zo'n mooie tuin te mogen bidden. Ik wens iedereen een heel fijne Eid. Eid Mubarak, gezegend. Ik hou van jullie allemaal. Het enige wat ik vreemd vind, wat mij een beetje verdrietig maakte, is... Ik zag op een gegeven moment mensen aan de moskee komen met heel veel haast. Dus ik dacht van nou, ze moeten gaan werken. Maar alles behalve. Mensen hadden zoveel haast om uit de moskee te komen om vervolgens hier voor de deur te gaan staan. En niet eens uit respect de khutba helemaal af te luisteren. Beste broeders en zusters, mocht je dit horen en mocht je ook een van die mensen zijn die uit de moskee met haast is vertrokken. Niet om naar je werk te gaan of naar een verplichting, maar omdat je uit de moskee wil. Probeer een volgende keer alsjeblieft uit respect voor ons dien, voor de moskee, voor Allah vooral, om de khutba uit te luisteren. Ik bedoel, laat je niet verleiden door dit leven. Heb het respect om de khutba af te maken. Af te luisteren alsjeblieft. Ik heb altijd geleerd, sta pas op als de imam opstaat. Mogen Allah ons de hoede geven, mij en jullie allemaal. Ik hou van jullie. Eid Mubarak. Gezegend en maak er wat van vandaag.